Veel Nederlanders willen gezond eten. En dat is makkelijker in een omgeving waar die gezonde keuzes volop beschikbaar zijn. Wil jij ook helpen om de gezondere keuze voor iedereen makkelijker te maken? Met de richtlijn eetomgevingen van het Voedingscentrum zie je wat de gezondere en duurzamere keuzes zijn en welke presentatie- en verkooptechnieken je kunt inzetten. Een eetomgeving is een plek waar eten en drinken wordt aangeboden. Bijvoorbeeld een sportstadion, pretpark, trein- of tankstation, maar ook de schoolkantine en een bedrijfsrestaurant. Hoe groter het aandeel van gezondere producten, hoe makkelijker mensen deze kiezen. De checklist van de richtlijn eetomgevingen laat zien hoe je het aanbod stap voor stap kan laten opschuiven richting de schijf van 5. Het is sowieso een goed idee om water, groente en fruit aan te bieden. En kijk ook eens of je andere gezondere keuzes aanbiedt. Verkoop je bijvoorbeeld belegde broodjes? Heb je dan ook een bruin broodje met gezond beleg? Schenk je alcohol? Bied je dan ook een 0.0 variant aan? Met de checklist breng je je aanbod in kaart en zie je waar je een verbeterstap kunt maken. Producten die je in het zicht zet en makkelijk te pakken zijn, kiezen mensen sneller. De checklist laat allerlei mogelijkheden zien die helpen om gezonder te kiezen. Zoals het aanbieden van verschillende portiegroottes of prijsacties voor gezonde producten. En dat je in automaten de gezondere keuze in de bovenste helft plaatst, want daar valt het oog het meeste op. Heb je reclamematerialen voor eten en drinken? Laat dan zoveel mogelijk schijf van 5 producten zien. En kies liever voor sponsors die vooral gezonde keuzes bieden. Of die hele andere producten hebben. Er zijn nog meer goede stappen te maken. Niet alleen beter voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu. Bied je bijvoorbeeld vegetarische of plantaardige opties aan? En zijn jullie al bezig met het voorkomen van voedselverspilling? Bijvoorbeeld door van oud brood tosti's te maken of croutons voor in de soep. Ook hier geeft de checklist handvatten voor. Ten slotte, een eetomgeving gezonder maken doe je niet alleen. Stel daarom met elkaar ambities op aan de hand van deze richtlijn eetomgevingen. Bijvoorbeeld met medewerkers en leveranciers. Leg ze vast. En vergeet vooral niet ook je gasten te laten weten dat jullie werken aan een gezondere eetomgeving. Wil jij ook aan de slag? Kijk voor meer informatie op voedingscentrum.nl/eetomgeving. De richtlijn eetomgevingen. In stappen naar een gezondere en duurzamere eetomgeving.